Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied boven de golf van Biscayen. Die zorgt boven met name Frankrijk en ook het zuiden van Duitsland... en een grote delen van het Alpengebied voor veel wolkenvelden. In het oosten van Frankrijk vallen daardoor ook buien. Een aantal daarvan dat zijn vellen met onweer. En lokaal ook hagel met kans op zware windstoten. En ook hoge bewolking die bij die storing hoort bereikt het zuiden van ons land. Maar bij ons blijft het wel gewoon droog ook over het noorden van het land liggen wat sluierwolken, maar daar komt de zon heel erg goed doorheen. Als ik alles in beweging zet, dan is goed te zien dat de hoge bewolking boven ons land oplost. Dat heeft allemaal te maken met de specifiek bovenluchtpatroon. Ook uiteindelijk boven België geregeld periode met zon, maar boven grote delen van Frankrijk toch nog dikke pakketten met hoge bewolking. Op de modelanimatie is ook goed te zien dat het weer bij ons rustig is. Dat hebben we allemaal te danken aan een groot hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied gaat de komende dagen heel langzaam aan de wandel en komt na het weekend uiteindelijk boven Duitsland uit. Dat betekent dat de wind geleidelijk aan naar het zuiden gaat draaien en dat daarmee dus wat warmere lucht uit onder andere Frankrijk en omgeving onze kant op komt. Wat betekent dat ook na het weekend de temperaturen bij ons flink zullen gaan oplopen. Maar eerst vanavond. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar ook brede opklaringen, met name in het noordoosten van het land. De temperatuur is eerst nog redelijk aangenaam met 7 tot 10 graden, maar in opklaringen daalt de temperatuur al snel naar waarde rond een graad of 4. Daarnaast is het zo dat de matige noordoostwind tot diep in de avond toch behoorlijk blijft doorstaan, waardoor het dus behoorlijk koud zal gaan aanvoelen. Vannacht alsnog verspreid wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. Regionaal zal het aan de grond gaan vriezen met plaatselijk ook kans op vorst op neushoogte. De kans daarop is het grootste in het oosten van het land en ook in de provincie Groningen. Aan zee is het wat minder koud, daar temperaturen van 2 of 3 graden. Maar nog altijd die matige tot aan zee een vrij krachtige Noordoostenwind. Morgen is het dan vrij zonnig weer in het oosten van het land, misschien een paar wolkenvelden. En de temperatuur die loopt net als vandaag op, naar waarde zo tussen 12 en ongeveer 15 graden. De, de noordoostenwind is nog steeds matig. Dat betekent dat het dus vrij koud zal gaan aanvoelen wanneer je in de wind zit. Maar uit de wind en in de zon is het dus heerlijk lenteweer. Ondanks de stapelwolken in het oosten blijft het wel gewoon overal droog. De komende dagen, zondag, wat meer bewolking. Dan ook iets lagere temperaturen: 12 tot 14 graden. Maar kijk eens: maandag en dinsdag hoge temperaturen. Op maandag al op veel plaatsen: 16 tot 17 graden. Dinsdag gaat er nog een schepje bovenop. Dan die zuidenwind met dus die aanvoer van de warmere lucht: 16 tot 19 graden hebben we nu uitstaan. Maar het zal mij niks verbazen als de temperatuur zeer lokaal rond de 20 graden uitkomt. In de achtertuintjes, zeker op de, in de bestrate achtertuintjes, zal de temperatuur wat gemakkelijker op kunnen lopen. En daar zal de temperatuur op veel thermometers misschien wel in de zon de 20 graden aangeven. Misschien wel ietsjes meer. De zuidenwind is matig, windkracht 3. Maar daardoor zal het nu met de Noordoostwind die we nu hebben, dus niet koud gaan aanvoelen. Ook de komende dagen nog steeds een groot verschil tussen dag en nacht. Bijvoorbeeld dinsdag. Kijk, lokaal misschien temperaturen in de ochtend net boven het vriespunt, maar in de middag rond de 20 graden. Typisch voor het voorjaar: echt stralingsweer. Ook woensdag, donderdag en vrijdag nog vrij hoge temperaturen. Met donderdag waarschijnlijk de warmste dag. Dan op sommige plaatsen misschien temperaturen van 20 graden of meer. Dat zal dan voor de eerste keer dit jaar zijn. Normaal is de eerste keer 20 graden ook ongeveer halverwege maart. Dus wat dat betreft liggen we dit jaar prima op schema. Vanaf het volgende weekend lijken de oceaanstoringen weer wat dichter bij ons in de buurt te komen. De temperatuur daalt wat, de neerslagkans neemt dan ook wat toe. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza. En ik wens u allemaal nog een fijne middag.